kijken naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. En ik ga vandaag iets heel erg leuks doen, maar dat zien jullie niet in deze weekvlog. Maar daar komt een aparte video over. Ik ga namelijk ergens met Char naartoe. En als jullie een beetje op hebben gelet op mijn kanaal, dan weten jullie misschien wel waar het over gaat. Maar ik ga er in ieder geval niet filmen, want we willen nog alles gewoon geheim houden. En ja, er komt gewoon een aparte video van online. Dus dat. Daar ga ik nu naartoe. Mijn video beneden is aan het bewerken, want gisteren was zo'n drama. Het duurde eerst 2 uur. En toen deed hij het opeens niet meer, mijn video, voor het inplannen. Nou, toen ging ik bij Miu slapen. Dacht ik, nou, neem ik mijn laptop mee. Na 3 uur was hij pas 40% geladen. Maar ja, we gingen slapen, dus ik kon hem ook niet open laten staan, mijn laptop. Want dan valt hij uit en dan doet hij het alsnog niet. Dus ik ben hem nu maar aan het doen. En mijn haar ziet er echt niet uit. Sorry. Maar ben ik hem nu maar aan het uploaden. En dan laat ik hem maar gewoon de hele tijd aanstaan. En mijn oplader erin, zodat hij niet leeg gaat. En dan hoop ik als ik terugkom, dat ik op tijd terug ben. En dat ik hem gewoon gelijk online kan zetten. En dat hij gewoon om 4 uur online staat. En anders bel ik ze hem eventjes of hij hem misschien op kan zetten. Maar in ieder geval, ik ga nu even body uitlaten. En dan ga ik. De trui die ik nu aan heb is van de H&M. Die heb ik ook in blauw. En ik heb gewoon mijn zwarte flare aan en mijn Sandra's. En ja, ik zie jullie straks weer als ik terug ben. Hoi allemaal! Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag en ik moet zo meteen naar school toe. Ik heb echt een heel rood gezicht en ik ben ook bijna dezelfde kleur als mijn trui. Zo bleek ben ik. Maar goed, die trui die ik trouwens aan heb is van de H&M. Maar die is al heel lang geleden, of nou, vanaf de zomervakantie uit de sale. Dus ik denk niet meer dat die er is. En het glimt weer heel erg, omdat ik heb een crème. Of nou, ik had altijd 2 crèmetjes van Nivea en van de Kruidvat. En ik heb iets nieuws bedacht. Om onder mijn ogen die van de Nivea te doen en om mijn gezicht die van Kruidvat. Want die van Nivea is heel vet. Maar dat is wel lekker voor onder je ogen nu voor in de winter als het zo koud wordt. Want anders kan je allemaal gerstenkorrels op je gezicht krijgen. Omdat je huid dan zeg maar droog wordt. Ik moet zo meteen naar school toe. Tot 2:30 volgens mij. Vanavond ga ik sporten samen met Zoe. Want Zoe werkt ook bij Mulder Sport. We geven daar allebei kinderzwemles. Of althans kinderzwemassistent. Maar er zit dus ook een fitnessruimte. Dus daar mogen we gewoon gratis sporten. Dus dat is echt vet chill. En mijn gezicht, het lijkt net of ik helemaal aan het zweten ben. Die crème moet nog even goed intrekken. Mijn haar ziet er ook niet uit. Ik wil echt heel erg graag mijn haar verven. Maar ik twijfel of ik dat nu al ga doen. Of dat ik het eerst ga laten groeien. Jeetje, deze trui maakt me zo bleek. Het is echt niet normaal. En heb ik al verteld jongens dat ik echt verslaafd ben aan Sudoku. Volgens mij heb ik dat gisteren verteld. Ik ben er echt verslaafd aan. Dat is heel raar. Vroeger vond ik het altijd zo stom. Maar ik vind het zo leuk nu. En gisteravond. Ik wil dus heel graag andere dingen met mijn haar. Want misschien hebben jullie het wel gezien. Het afgelopen jaar draag ik alleen maar knotjes. En het zit wel chill, gewoon zo'n knotje in. Maar het is niet echt heel leuk. En vooral niet als je het elke dag in je haar hebt. Dus ik wil vaak mijn haar los gaan dragen. Maar ik heb krullen. Dus dan wilde ik het met een knotje gaan dragen. Met scrunchies. Maar ik had geen scrunchies. Dus ik heb op AliExpress. Ik zat gewoon even te kijken online. En daar waren scrunchies meestal rond de 10 euro. En dat vind ik gewoon een beetje overdreven. Omdat wat ik wil wel verschillende scrunchies. Dus ik ging even op AliExpress kijken. Even kijken hoor, waar kan ik dit weer terugvinden. Oh hier volgens mij. Dus nu heb ik 5 scrunchies besteld voor maar 5 euro. Ik zal de verkoper of een linkje ervan even in de beschrijving zetten. Als het er nog op staat. Want AliExpress haalt natuurlijk heel vaak zijn dingen eraf. Maar ik heb in ieder geval deze. Even kijken hoor. Waarom lukt het nou weer niet? Oh jeetje, meneer. Heel irritant dit. Ik heb een. Nou, ik laat even zo zien. Ik heb een bordeaux rode, een lichtroze, een beige, een donkergroene en gewoon een zwarte. Dus ik ben benieuwd wanneer die binnen gaan komen. Ik hoop snel. Ik wil zeer graag wat nieuwe dingetjes met mijn haar uitproberen. En daar heb ik scrunchies voor nodig. En ik heb wel scrunchies, maar die zijn echt mega, mega groot.
Dus dat ziet er echt niet uit als ik dan een knotje op mijn hoofd heb en dan dat. En ik ga even kijken naar de instellingen van mijn camera. Of ik misschien hem wat lichter krijg. Want ik vind hem steeds best wel een beetje donker. Dus ik ga even zorgen dat mijn gezicht wat minder gaat glimmen. En dan ga ik naar school toe. En dan zien jullie mijn strakjes weer. Ben ik nu lichter dan net? Ik moet even uitproberen of het is gelukt. Er stond wel instellingen en helderheid. Maar ik weet niet of dat het nou is. Volgens mij wel, toch? Volgens mij ben ik wel lichter. Maar ik glim nog steeds. Ik ben weer thuis uit school. En Mar ziet er echt uit als een zwerver. Maar ik ga jullie even weer op mijn favoriete plek zetten. Aangezien. Hoe, daar staan. Ik heb een pakketje binnen. En deze heb ik helemaal zelf gekocht. Niets gekregen of iets gesponsord. Ik heb deze gewoon zelf gekocht. Want voor de mensen die mij kennen. Die weten dat ik Gis Louise echt een heel leuk merk vind. En ik vond dat ik wel weer een nieuw shirtje van hem mocht kopen. Dus dat heb ik gedaan. Bij het boutiqueje. Het heet M-I-X boutique. Dus mix, denk ik, of zo. Althans, is mijn beeld nou lichter? Is het nou echt gelukt met die instelling? Ik hoop dat als mijn beeld lichter is, doe een duimpje omhoog. Word ik nou gebeld? Jane. Hey Jane. Ik zal de website wel even in de beschrijving zetten. Maar het gaat natuurlijk om het shirtje die hier ligt. Van de Gis Louise collectie. En niet van de afgelopen. Want er is afgelopen week een nieuwe online gekomen. Maar van die daarvoor. Maar die is ook nog niet eens heel oud. Die is volgens mij een maand oud of zo. 2 maanden. En ik vond deze heel erg leuk. En ik heb trouwens van Gis Louise maatje 0. Het gaat namelijk in cijfers. 0 is een XS. 1 is een S. 2 is een M. 3 is een L. En ik heb dit shirtje besteld. En ik vond het echt super leuk. Er staat super Realims. Ik weet niet hoe het uitspreekt. Met allemaal tongetjes erop. En die vond ik echt heel erg leuk. En deze was normaal 60 euro. En hij was nu in de uitverkoop voor 45. Misschien dat ik er van de week nog eentje bestel. Maar dat weet ik nog niet zeker. Even kijken. Maar in ieder geval deze. Want deze vind ik echt heel erg leuk. Oké, ik heb echt mega koud. Dus ik heb even mijn watjes aangetrokken. Mijn video is aan het uploaden. Nog 13 minuten en dan staat ze erop. Het is een Q&A die is afgelopen donderdag online gekomen. Aan het eind van de video zal ik hem even doorlinken. Dat als je hem niet hebt gezien, dat je hem ook even kan zien en daarop kan klikken. Ik heb net een foto op Insta gezet. En ik gebruik nog geen filter. Althans, ik gebruik voor afgelopen foto's allemaal die erop zijn. Ik gebruik geen filter. Ik speel alleen een beetje met licht, contrast, belichting, bla bla. Maar ik wil dus heel erg een soort van één geel van mijn Insta maken. En ik heb niet echt het gevoel dat het lukt of zo. Ik weet niet, maar ik wil gewoon één iets. En ik weet gewoon nog niet zo goed wat. Want dit is mijn Insta nu. Nou, het past op zich wel leuk bij elkaar. Maar ik weet het gewoon niet. En ik kan gewoon niet echt een filter vinden die ik heel erg mooi vind. Want sommige filters heeft iedereen al. En ik weet het gewoon niet zo goed. Dus laat even in de reacties achter. Ja, dat is wel leuk. Laat even in de reacties achter welke filter jullie gebruiken voor jullie Instagram foto's. Daar ben ik wel benieuwd naar. Want ik weet gewoon niet wat ik wil. Want ik wil ook niet een te overduidelijke filter eroverheen. Want het is natuurlijk zo van, oh, filter, weet je. Maar ja, want bijvoorbeeld deze foto met Zoe. Stilscherp. Ja, deze. Die heeft geen filter, maar die vind ik echt heel erg leuk. Maar bijvoorbeeld deze. Die heb ik er net opgezet. Had misschien wel leuk geweest met een filter. Maar ja, ik weet het niet. Want ik vind bruine tinten heel erg mooi. Maar ik vind blauwe tinten ook heel erg mooi. Dus ja, ik weet het gewoon niet. Dus laat even in de reacties achter welke filter jij gebruikt. En misschien ja, zit er wel eentje bij die ik ook heel erg mooi vind. Maar ik ga even wachten totdat de video geüpload is. Dan ga ik ook even een thumbnail maken, want dat heb ik nog niet gemaakt. En ik ben nu even de weekvlog van Leonie aan het kijken. Daarna ga ik, denk ik, de dagelijkse vlog van Julia kijken. En even kijken welke filmpjes er nog meer op zijn gekomen. Want om dinsdag om 4 uur komen er altijd best wel veel filmpjes. Hoi! En ik ga vanavond sporten met Zoe, dus dat is ook heel erg gezellig. Dus
dat is eigenlijk wat ik even wilde zeggen. Goedemorgen allemaal, het is vandaag woensdag. En ik ga vandaag niet naar school toe. Ik blijf even een lekker dagje thuis, omdat gewoon, ik moet gewoon even bijkomen. En daar is vandaag de dag voor. Ik heb wel net mijn make-up gedaan, zoals jullie konden zien. En ik dacht, ik ga even laten zien wat ik nou gebruik, want van zo'n verre afstand zie je denk ik niet helemaal. Ik gebruik als eerst deze crème van Nivea voor onder mijn ogen. Volgens mij heb ik dat gisteren verteld, als het goed is. Maar onder mijn ogen is mijn huid altijd heel erg droog. En deze is heel erg vet, maar eigenlijk te vet voor mijn voorhoofd en kin en zo. Dus deze doe ik altijd alleen onder mijn ogen. En dan, die is rond de 5 euro volgens mij. Alles wat ik gebruik is best wel budget. Budget, zo, goedemorgen. Budget, dus dat is heel erg chill. Dan voor de rest van mijn gezicht, dus voor mijn wangen, mijn neus, mijn voorhoofd en mijn kin, gebruik ik deze crème van Kruid tot Eigen Merk. Deze is maar 2 euro. 2 euro en hij is top. Het is de dag- en nachtcreme. Met tea tree. En dat is dus huidverzuiverend. En daardoor kunnen je pukkeltjes dus uitdrogen. Ik krijg namelijk heel erg vaak de vraag wat ik voor mijn gezicht gebruik. Dus dat zijn deze twee producten. Ik heb vandaag ook weer sinds een half jaar denk ik of zoiets concealer onder mijn ogen gedaan. Want ik had echt enorme kringen. Want voor de zomervakantie gebruikte ik het altijd wel in de winter. Want dan wilde ik die soort kringen wegwerken. Maar in de zomer heb ik het eigenlijk niet meer gebruikt. En vandaag voor het eerst weer wel. Met deze Ethos Brightening Concealer. Het is er een beetje afgesleten. Deze is volgens mij rond de 4 euro. En ik heb hem in de kleur butter. Volgens mij stelt die niet scherp. Maar goed, butter doe ik die. Oh nee, daar ben ik nog niet. Grapje. Voor mijn wenkbrauwen gebruik ik dit kwastje van de Ethos. En daarvan die spoelie dan. En zeg maar bijtekenen deze van Kiko. De eyeliner brush 203 gebruik ik. Die is lekker scherp. Volgens mij is dat niet scherp, maar oké. En daarvoor gebruik ik het wenkbrauwkitje die al helemaal kapot is. Dekseltje is namelijk kapot. Van Catrice. En dan gebruik ik de donkerste kleur. En die sluit het meeste aan bij mijn haar. Dus die gebruik ik dan. Voor eroverheen gebruik ik de NYX wenkbrauwgel. Blijft lekker op zijn plek zitten. En als mascara gebruik ik nu de Maybelline Less Sensational. Geen idee. Deze gebruik ik nu. Maar ik vind hem minder fijn dan mijn oude. Hiervoor gebruikte ik namelijk altijd. Wacht even hoor. Oh. Normaal gebruik ik altijd deze. Maar die zijn nu op. Deze blauwe. De Maybelline The Rocket Volume Express mascara. Gebruik ik echt al sinds de eerste of zo. Maar ik dacht, goh, laat ik even wat anders proberen. Dus ik had deze van Maybelline gekocht. Omdat ik daar ook wel goede dingen over hoorde. Maar ik vind hem niet fijn. Dus als deze op is, ga ik gewoon weer mijn oude normale kopen. Maar ik dacht, dit is wel even leuk om te laten zien wat ik gebruik en waarvoor. Dus, dat is dat. Ik ga vandaag lekker de hele dag met mijn moeder op de bank series kijken. En morgen moet ik weer naar stage. Vrijdag ook stage. En in de avond ga ik uit met Zoe. En zaterdagavond ga ik ook uit met Char. En dan zondag kan ik pas weer rusten. En ja, ik had vandaag gewoon even een rustdagje nodig. Dus die heb ik gewoon genomen. En met mijn haar ga ik denk ik vandaag alvast stylen. Want dan zit het vrijdag het mooiste, de tweede dag. En ik wil eigenlijk even met mama naar Wateringen. Om en een oliebol te halen. En om even een foto te maken. Met mijn nieuwe shirtje. Dat lijkt me wel heel erg leuk. Die ik gisteren heb laten zien. Deze. Lijkt me dan leuk. Met mijn... Ik ga het even voor je neerleggen. Met mijn latex broek. Met mijn latex broek zo. En dan denk ik mijn rode lange jas. Ik weet niet of je hem goed ziet. Maar die is van de Zara kinderen. Daar krijg ik heel veel de vraag over. Maar die is van de Zara kinderafdeling. Van vorig jaar. Die heb ik toen in de sale gekocht. Dus die is denk ik sowieso niet meer te koop. Nou goed, ik ga me even omkleden, even mijn haar doen. En dan ga ik lekker heel de dag filmpjes kijken met mama. Oké, mijn moeder en ik hebben net even twee
of drie afleveringen van Sof gekeken, die serie. Ik heb me even aangekleed en zoals je misschien hoort heb ik die latex broek aan. Want we gaan even naar Wateringen even oliebollen halen. En ik wil ook even een foto maken. Dus wat ik aan heb getrokken heb ik net volgens mij al een beetje laten zien. Maar ik zal het nu even goed laten zien. Dit shirtje van Gis Louise dus. Moet ik even een beetje in mijn broek doen. Die latex broek. En dan mijn zwarte Isabel Marant. En die latex broek is best wel een beetje heftig. Ik weet ook niet of ik dit zeg maar normaal aan zou trekken. Maar voor een foto vind ik het wel heel erg leuk. En dan doe ik mijn... Oeh, je hoort hem ook als ik loop. Doe ik mijn rode jas erbij aan deze. Ik denk dat dat weer heel erg leuk staat. Even aantrekken. En ik moet nog even oorbellen in doen. Ik weet nog niet welke oorbellen ik in doe. Staat dit leuk? Ja, ik vind het wel leuk staan. Eigenlijk. Zeg maar, ik vind het leuk dat die jas wat langer is. Zodat het niet echt opvalt dat dit eigenlijk een legging is in plaats van een broek. Dus, dit is de outfit. Dus we gaan nu even Wateringen lekker oliebolletjes halen. En dan daarna gaan we nog 1 of 2 afleveringen van Sof kijken. Met onze oliebol. Dus daar heb ik heel erg zin in. En vanavond... Miu moet eerst een wedstrijd met de eetjes. Want hij is zeg maar een soort van trainer ding iets bij de eetjes. En daarna komt hij of hierheen of ga ik daarheen. Dus dat vind ik heel erg gezellig. Dus wij gaan lekker oliebolletjes halen. Maar voordat we oliebollen gaan halen trouwens wil ik nog even dit laten zien. Van Ideal Sweden heb ik deze powerbank gekregen. En kijk even hoe ziek die eruit ziet. Met marmel, met zwart, grijs, wit, goud. En hij werkt echt ziek goed. Je kan hem 3 keer opladen ongeveer je telefoon. En het is echt top. Zal ik ook mijn zonnebril meenemen? Oeh, oeh. Oké, ik heb mijn pyjama al een hele tijd aan. Sinds ik die oliebol ging eten, toen had ik even mijn pyjama aangetrokken. Dat is namelijk gewoon dit shirtje van de H&M of zo. En deze broek ook van H&M. Maar ik ga even wat normale kleding aandoen. Want ik ga bij Miu slapen. Of naar Miu toe. En misschien blijf ik er ook slapen, dat weet ik nog niet. Even een warme trui zoeken die ik aan kan doen. Dan denk ik gewoon deze trui aan. Van de Zara Kinderen is die. Met strikjes aan de mouwen. En gewoon mijn grijze piecesbroek. En ik heb dus net een foto op Instagram gezet. Ik zal hem even laten zien. Die heb ik vanmiddag met mijn moeder gemaakt. Oeh. En die vond ik op zich wel leuk. Dus ik heb erop gezet. En... ik ga hem dus nu eventjes omkleden. En dan zien jullie mij. Goedemorgen allemaal, het is vandaag donderdag. En ik moet vandaag weer stage lopen van 12 tot 9. Dus dat is best wel een lange dag. Maar wel iets heel erg leuks, want wij mochten voor vandaag en voor morgen. Morgen moet ik ook stage lopen. 2 modellen regelen. Dus vandaag 2, morgen 2. En dan mogen we Shellac gaan oefenen op die modellen. Vandaag komt Keer als model en de moeder van Miu komt als model. Dus dat is heel erg gezellig. Ik ga veel te eten maken, want ik heb het nog niet gegeten. Eerst even een beetje chiderans drinken. Ik had vannacht bij Miu geslapen, maar hij begon pas later op school. Dus het is nu 10:50 en om 11:15 komt Charme ophalen en dan gewoon naar stage toe. Ik hoop dat het vandaag echt snel gaat en morgen ook. Want stage dagen duren best wel lang. Wij moeten 9 uur per dag stage lopen, dat is best wel lang. Althans, dat vind ik best wel lang. Maar het is wel heel erg leuk, dus de tijd gaat meestal wel snel, dus dat is wel heel erg chill. Even kijken wat ik ga eten, want ik zie hier bolletjes liggen. Heel erg neem ik mee naar stage met bolletjes, want wat echt vet lekker is, is dus een bolletje met geelworst en dan tussen tosti-ijzer. En op stage hebben we een tosti-ijzer en dan heb je dus gewoon een vet lekker broodje. Maar wat ga ik nu eten? Mandarijntjes. Ik ga ook een mandarijntje eten. Nou, ik weet nog niet wat ik ga eten. Dus ik ga nu even kiezen wat ik ga eten. Ik heb echt geen idee wat ik ga eten. En dan zie ik jullie straks alweer. Yeah.
is vandaag zaterdag en ik heb gisteren iets gefilmd. Gisteren ging ik namelijk uit. Eerst had ik heel erg stage samen met Char. En in de avond ging ik uit met Zoe, want we hadden een verjaardag. Nou, we hadden eerst verjaardag, daar gingen we uit in Amsterdam. Dat was heel erg gezellig. Maar ik heb daar niet meer gefilmd, omdat ja, het was gewoon heel erg gezellig. En ik heb niet gedacht aan het filmen. Vandaag overdag heb ik ook niet gefilmd. Het is namelijk al einde van de dag nu. Ik heb vandaag gewoon niet gefilmd. Maar ik ben wel ergens anders geweest. Net heel eventjes snel. Naar namelijk een heel leuk boutiqueje. En dat heet de M&M Boutique. En dat zit bij het... Ja, hoe leg je dat uit voor de mensen die niet in Den Haag wonen? Het zit zeg maar als je in Den Haag woont. Heb je stad, Malieveld en dan daarachter richting die kant zit het. En het is echt een superleuk boutique. Je hebt Joy Jewelry sieraden, maar je hebt ook heel veel kleding. Je hebt tasjes, je hebt Biba sieraden. Je hebt sieraden van... hoe heet dat merk nou? Ikki of zoiets, dat je zeg maar aan moet schuiven aan ringetjes. Je hebt zoveel dingen, je hebt hele mooie bloemen. Lekkere kussentjes, lekkere dekentjes. En daar was ik dus met mijn moeder samen. Super gezellig, mijn moeder vond het ook heel erg leuk winkeltje. Ik heb daar iets mogen uitzoeken. En als allereerste zit het hierin. Iets, want ik heb twee dingen meegekregen. Even kijken. Ik ga het even voor jullie openmaken. Het eerste zit hierin. Vet mooi blauw kleurtje. Helemaal goed ingepakt. Kijk, zo schrijf je het dus. M&M Boutique. En, oh ja, hier staat inderdaad ook het adres en telefoonnummer op en de webshop. Dus als je dat wil weten, moet je hem eventjes op pauze zetten nu. Dan kan je het zien. En ik zal het ook wel gewoon eventjes in de beschrijving zetten. Dan kan je daar gewoon op klikken. Ga ik hem even openmaken. En dan heb ik een heel erg gaaf t-shirtje gekregen van Joy Jewelry. En dit is een witte. En je hebt er ook een, welke kleur heb je nou? Turquoise. Ik moet even denken hoe die kleur heet. Je hebt ook een turquoise, maar ik heb de witte. Die turquoise was ook met een V-hals. Ik weet niet of ze ook een ronde hals hebben. En ik vind vooral de rug ook echt... heel erg leuk. Deze shorts zijn dus maar 34,95. En dan heb ik nog iets mogen uitzoeken. En dat is namelijk de sieraad. Zoals sommige mensen van je misschien wel weten. Is dat ik echt heel erg van Joy Jewelry hou. Ik heb ringetjes ervan. Armbandjes heb ik ervan. Best wel veel. En nu ook iets nieuws. Ik mocht namelijk iets uitzoeken. En mijn moeder was mee. En mijn moeder zei ook. Ja, je moet een kettingje uitzoeken. Want een kettingje heb je nog niet. Dat is leuk. Super leuk doosje ook trouwens. Oh, er zit ook een lippenbalsem bij. Handig. Ook een lippenbalsem. Oh, ik zie natuurlijk weer niet door dat plasticje. Er zit ook een lippenbalsempje bij. Lekker, die ga ik gelijk even opdoen. Ik heb schade lippen. Zo. En dan heb ik dus iets uitgekozen. En dat ga ik even voor jullie ook openmaken. Ook weer dat leuke blauw papier. En een heel erg leuk doosje. Ik heb dus al zo'n doosje in een hartjesvorm. Die had ik toen... gekregen toen ik een armbandje van mijn broertje kreeg. Tada! 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 Ik heb dit kettingje uitgekozen en ik vind hem echt super schattig. Hij heeft drie hartjes. En dit hartje zit ook aan mijn ringetje. Dus dat is echt heel erg leuk. En je had ook nog, je hebt zoveel kettingjes jongens daar, niet normaal. Je hebt met grote hartjes en met kleine hartjes. En met deze ook met 5 hartjes, maar met 3 hartjes. Je hebt goud, je hebt zilver, je hebt van alles. En wat is het nu het leuke is? Bij M&M Boutique is er nu een winactie. Tot en met 1 december wordt de winnaar bekendgemaakt. Dus ja, tot 1 december kan je meedoen. En als je daar een item koopt of iets van Joy koopt voor €20. Dan krijg je dus een nummertje. Gewoon zo'n nummertje. Maar koop je iets voor €40, krijg je 2 nummertjes. Dus gewoon per €20 krijg je een nummertje. En dan gaan ze gewoon loten. En dan als jouw nummertje getrokken is, dan kan je dus een pakket winnen. Ik zal hun Instagram even hieronder in de beschrijving linken. Dan kun je zien wat voor pakket het is. Maar het is een pakket te waarde van €365 aan dus Joy sieraden. Een ketting zit erin, oorbellen zitten erin, armbandjes zitten erin. Er zit van alles in. Het is zo leuk jongens. Echt, en je hebt er hele leuke ringetjes zeg maar. Ik heb er hier 3.
Maar je hebt bijvoorbeeld ook dus die middelste, niet met blauwe balletjes, maar met gewone balletjes, heb je los te koop. Die zijn dus maar 20 euro en krijg je een loodje bij. Dus dan heb je en een leuk ringetje voor maar 20 euro en je hebt een loodje waardoor je kans maakt op dat hele grote megapakket. Dus dat is echt onwijs leuk. Ik ga deze ketting even omdoen. Dan kunnen jullie even zien hoe die staat. Zeg maar, het zit dan in zo'n heel leuk vast. Ik ga het ook gewoon bewaren. Ik ben echt zo'n bewaar iemand, weet je. Die van alles maar loopt te bewaren elke keer. Even kijken hoor. Zo. Dit is hem. Ik ga het schrikje er wel afhalen. Hoe leuk ik het schrikje ook vind. Maar ik ga hem er wel afhalen voor de ketting zelf. Zo, dit is hem. Ik vind hem zo leuk. En je kan hem dan zo hangen, maar je kan hem ook gewoon zo hangen. Ja, het is, ik vind dit wel heel erg leuk dat hij dan nog zo'n beetje daar hangt. Maar met het shirtje staat hij ook heel erg leuk, zie ik nu. Maar ja, ik hou hiervan. Dus dat waren deze twee items die ik jullie wilde laten zien. Neem zeker even een kijkje op de website, want ze hebben echt nog heel veel andere leuke dingetjes buiten Joy om. En het winkeltje is ook heel erg leuk. Ik had net ook een stukje van de buitenkant gefilmd. Ik weet niet of je het heel erg goed zag, want ik had natuurlijk mijn moeder op de scooter. Maar het zeker even een kijkje nemen waard. En vooral meedoen aan die winactie. Want echt, dat pakket. Ik zal even hier in beeld een foto plaatsen van wat je kan winnen. Bizar is het. Echt niet normaal. Ik ga nu even dit papier weer even mooi in de tasjes doen. Maar ik vind het wel leuk om te bewaren. Oh, ik sta nog een beetje ingezoomd. Ja, vanavond ga ik weer uit. Echt geen zin, maar eigenlijk ben ik zo moe. Echt niet normaal. Zoe was hier ook blijven slapen. En ik werd vanochtend wakker. Ik had maar een washandje op mijn gezicht leggen, want ik was zo dood. Maar oké. Wat wil ik nou zeggen? Oh ja, vanavond ga ik weer uit. Maar dan ga ik met Char. Gaan we naar de Westwood. En dan daarna blijf ik bij Mew slapen. Dus dat is wel erg gezellig. Ik ga nu even mijn camera een beetje opruimen. En lekker met video's kijken, want ik ben echt kapot. Het is nu, hoe laat is het? Het is ondertussen al 4:30. Dus, goed. Ik ga. Oké, ik heb het dus echt best wel koud. Mijn verwarming staat aan. Mijn raam is dicht. Ik heb twee dekens over me heen. Ik heb nog steeds koud. Maar misschien moet ik ook gewoon even wat eten. Want ik heb vandaag heel de dag nog niks gegeten. Dus ik ga even wat eten maken. Ik heb mijn laptop naar beneden. Ga ik beneden even lekker films kijken. En dan rond 10:30 kwam Char. Want die had eerst nog een verjaardag van vrienden van haar ouders. Dus ja. Wat ik vanavond aantrek is een body met één mouw. Andere mouw is er niet. En een glitter flare. Want het thema is dus 90s. En ik hou niet echt van heel erg aan dat thema. Aan thema's houden, zeg maar. Maar een glitterbroek vind ik gewoon ontzettend leuk. En een glitterbroek is volgens mij ook een beetje 90s. Dus dan heb ik me er toch een beetje aan gehouden. Ik weet alleen nog niet welke tas ik erbij doe. Want eigenlijk wil ik mijn beltbag om. Die van Kwai Australia of zoiets. Maar die is met goud. En mijn flarebroek is zilver. En ik doe sowieso een nieuw kettingje om. Because I love it. I love it, I love it, I love it. Oké. Okay. Maar goed, ik ga even wat eten maken. Ga ik daarna nog filmpjes kijken. En misschien ga ik nog even een powernapje doen. Want anders ga ik het echt niet volhouden, denk ik, deze avond. Oké, okay, ondertussen is Char hier ook gearriveerd. Hallo. En het trui van Jip. Het is nu bijna 12 uur. En we gaan zo meteen naar de Westwood toe. Het is bijna opnieuw. En ik ben kapot moe. Maar we hebben echt letterlijk tot 5 minuten geleden gewoon van 10 tot 12 gewoon heel de tijd samen in bed gelegen en filmpjes gekeken. Ja, echt gezellig. Maar wat doe je gewoon het shirtje aan die je nu aan hebt? Ja, dat weet ik dus niet. Ik heb dit shirtje aan. Even kijken. Op dit moment ben ik in staat om weer met joggingbroek te eten. Oh, ik wil dat ook echt. Ik heb nu deze body aan van Neke. Ja, hij loopt helemaal door zo. En mijn glitterbroek van de Zara. En Char heeft haar flare aan met haar fans. Ik weet niet of ik deze heb. Ik denk het wel. Nu heb ik me toch gekocht. Ja, dat is waar. Daarbinnen is kapotje heet. Waarvan is hij ook? Wanneer heb ik deze toen gehaald? Van de Zara. Lekker gestreken ook. Hmm. Mijn steltang staat nog aan. Maar die is wel een beetje. Ja, die heb ik niet. Ik heb een nieuwe ketting, joh. Wat zeg je nou? Dat ik met die box kom. Ja, dat is ook wel een beetje 90. Is het leuk? Ja. Maar volgens mij ga je flare kapot lopen. Ja, maar die is toch akker vol te zitten. Gaat van liggen. Ik ga even luchtje opdoen, want volgens mij stink ik als. Ja, ja. Zou ik hier anders in mijn berg gaan staan?
deze ga ik opdoen. Ik wilde dit tasje om, maar dit is goud. En ik heb nu alles zilver, dus dat kan niet. Ik kan wel deze blauwe omdoen. Jij bent oprecht altijd in dubio of je goud of zilver, ja. Maar ik doe gewoon lekker geen tasje om. Wij gaan even wachten tot Char zich fatsoenlijk heeft aangekleed. Het is heel naar, want ik kan mezelf niet zien in de spiegel. Echt niet? Nee, ik zie mijn hoofd nu niet. Ik zie hem tot hier. En als Char klaar is, dan gaan we op de scooter. En dan slaapt Char goed is bij Jip. En ik ben Miel. Ik ga mijn camera niet meenemen, aangezien ik ook geen tas meeneem. Mag ik ook naar zo'n camera aan doen. En als ik film, dan film ik wel lekker met mijn telefoon. Hey, Char? Ik vorige keer ook. Ja, ging ik ook een stukje met mijn telefoon filmen. Ik ben zo blij als ik in bed lig. Het is echt erg. We zijn er nog niet eens en ik kijk nu al uit naar het moment dat ik in bed lig. Maar het duurt gelukkig nu maar tot 4 uur, dus ze zitten er nog. Ja, daarom. Nu maar tot 4 uur, dus dat is wel chill. Zo, ik krijg een lam arm, ik ga lekker de camera uitzetten. Hoi, maat, het is vandaag zondag en gisteravond ben ik uit geweest. Het was heel erg gezellig en ik ben nu thuis. Het is al bijna het einde van de dag weer. Ik heb bij Miel geslapen en dat was ook heel erg gezellig. Maar ik wilde voordat ik de weekvlog ging afsluiten nog even iets zeggen over dit shirtje. Ik heb natuurlijk gisteren het shirtje laten zien van M&M Boutique. Joy Jewelry. En M&M Boutique heeft op Instagram bijna de 3000 volgers. Als zij de 3000 volgers hebben, gaan ze dus zo'n shirtje weggeven. Dus gewoon Instagram linkje even in de beschrijving zetten. En dan kan je ze even volgen. En dan kan je dus kans maken op zo'n shirtje. Super leuk. Ik heb hem in een maatje 8. En dat staat gelijk ongeveer aan een XSS. Dus dan weet je dat. Ze hebben hem ook in turquoise. Maar ja, in ieder geval, ik heb de witte. Ik ga gelijk bij deze weekvlog afsluiten. Kan ik hem bewerken. Dus ja. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie in de volgende weekvlog weer. Doei doei!